Gering de Croo. Het vervroegd pensioen voor zware beroepen. Niet in de frigo, niet in de diepvries, maar meteen in de vuilbak gooit. Gewoon in de vuilbak. Het ziet er naar uit dat de pensioen een hot item gaat worden, hè, deze legislatuur. En dus ook niet meer dan normaal. Maar we zitten met heel veel vragen. We hebben de laatste week eigenlijk heel veel vragen gesteld ook. Hè. Die 1500 euro, is dat nu netto, is dat nu bruto? Maar het belangrijkste aspect hebben we nog niet gevraagd. Voor wie? Wie komt hier voor een aanmerking? Dat is wel heel belangrijk. Zeker in ons land, waar de pensioenen al een van de laagste liggen van alle buurlanden en in West-Europa. Dus we hebben heel veel vragen ervan. Jullie spreken van, we gaan een richting van 1500 euro. Wat dat ook mag zijn, nu het is duidelijk gebleken de laatste week dat jullie daar ook nog niet helemaal over eens zijn welke richting dat we naartoe gaan. Maar op het moment dat we denken, hier houdt het op, het debat, lezen we in de krant dat de regering de Croo, het vervroegd pensioen voor zware beroepen, niet in de frigo, niet in de diepvries, maar meteen in de vuilbak gooit. Gewoon in de vuilbak. Je moet u toch wel de vraag gaan stellen. De werkende mens wordt hier twee keren gestraft, mevrouw de minister. Twee keer. Ene keer, we moeten al werken tot 67, want er is al geen sprake meer tot 65. En er is geen uitzicht meer om vervroegd te stoppen. Geen uitzicht meer. Wie van jullie heeft hier al gewerkt? Wie heeft hier al echt gewerkt in een bedrijf? En dan spreek ik niet even gaan afwassen als studentenjob. Ik ben fortarbeider geweest. En met heel veel van mijn collega's hebben we chronische aandoeningen. Hart, botten, diabetes, longproblemen. En niet alleen die van Fort. Heel veel bedrijven, heel veel sectoren. We hebben de laatste maanden staan handen klappen voor onze helden. Maar wat verwachten we nu? Dat die helden waar dat we voor geklapt hebben ouder gaan zijn dan degene die ze moeten gaan verzorgen? En eerlijk gezegd, een dakwerker van 66 jaar, zou jij die op je dak vertrouwen? Ik niet, mevrouw de minister. Er is beslist tot een progressieve verhoging van het minimumpensioen in de richting van 1500 euro netto voor de volledige loopbaan. Ik had dat antwoord eigenlijk al verwacht, mevrouw de minister. Ik heb geen woord horen zeggen over de zware beroepen. Twee dagen hebben jullie de eed afgelegd. Twee dagen en jullie wachten nog niet hè, om het langzaamaan op te bouwen. Twee dagen en de zware beroepen liggen in de prullenmand. Gewoon in de vuilbak. En we horen in heel uw tussenkomst niets over die zware beroepen. We gaan wel dingen creëren waar dat we in zeggen van oké, we gaan de minimumpensioenen omhoog brengen in 2024. Maar wie gaat er nog aan geraken? We weten dat de vrouwen, 3/4 van de vrouwen geraakt niet aan 45 dienstjaren. Daar geraken ze gewoon niet aan. Het belangrijkste aspect is dat die zware beroepen erkend gaan worden. En daar gaan we alles aan doen.